Ja, eigenlijk zou Subaru dit jaar wel een beetje feest kunnen vieren, want het is 20 jaar geleden dat de eerste GT Turbo, zoals hij toen heette, op de markt kwam. En in die tijd, 1994, een sensationele auto. 211 pk, vierwielendrijving, die kenden ze gelijk niet. Helemaal niet voor dat geld, want hij kostte toen zo rond de 50.000 gulden. Wat kocht je daar nou voor? Nou, bijvoorbeeld een Volkswagen Golf GTI 16V met maar 150 pk. Dus je kan hier even de verhoudingen zien. Echt populair is hij natuurlijk geworden de jaren daarna, toen ze een rally mee gingen doen aan het WRC. Met bekende namen zoals Colin McRae, Carlos Sainz, Petter Solberg. En met deze auto, met die eerste GT Turbo, haalden ze in 95, 96 en 97 de constructeurstitel. Ja, zo word je wel een icoon natuurlijk. En dat straalde hij ook af op de consumentenmarkt, waar die auto daardoor heel erg populair werd. Helaas in 2008 heeft Subaru zich teruggetrokken uit het WRC, maar de status heeft hij wel bereikt in die jaren. Vandaag maken we kennis met de allernieuwste Subaru WRX STI. Weer een kanon natuurlijk, met 300 pk. En hij draagt toch wel een hoop DNA, een hoop legacy. Nee, dat is een ander model. Een hoop erfgoed van de oude versie met zich mee. Zoals deze luchthapper op de motorkap. De lekkere, dikke, uitgeklopte wielkasten. Natuurlijk veel STI-plaatjes. Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat die zwarte wielen... vind ik zelf sowieso niet zo mooi, maar voor mij hadden er wel van die mooie gouden wielen onder gemogen, zoals ze in het verleden ook al onder deze auto hadden. Wat hij wel heeft, is deze enorme taartschep achterop. Die hoort er gewoon ook op bij deze auto. Helaas is hij niet standaard, je moet er voorbij betalen, maar als je dan toch een WRX STI neemt, mag hij er wel een beetje wild uitzien. Dus hup, kopen die vleugel. Ja, we stelden onszelf de vraag, wat is er overgebleven van de magie van de WRX STI? Nou, één ding staat al vanaf de eerste paar kilometer vast. Wat een waanzinnige hoeveelheid grip heeft deze auto. Bijna angstaanjagend. Die motor is natuurlijk ook goed, 300 pk. In vergelijking met de motor van de Audi S3 waar ik pas mee heb gereden, merk je wel dat die zijn koppel bij een wat hoger toerental pas vrijkomt. Pas vanaf zo'n 3.500 begint hij er lekker aan te sleuren. Maar dat maakt het rijden eigenlijk ook wel weer leuk. Hè? Zo'n motor die lekker brult. Binnenin zou die wat wilder mogen klinken. Als je erachter staat, dan is het echt een feest om te horen. De stuurinrichting, hydraulisch bekrachtigd. Met lekker veel gevoel. Voorheen was hij bij de Impreza's nog wel eens een beetje ietsje vaag. Een beetje wollig rond de middenstand. Heeft deze ook helemaal niet meer. Meteen gevoel, een hele directe besturing. Echt zeer leuk. Nou, welke bocht je ook aanvalt, hoe hard je dat ook doet. Het wegdek is zelfs nu een beetje vochtig hier en daar, een beetje grind, een beetje modder. Het is echt krankzinnig hoe hard je met deze auto een bocht kan nemen. We hebben gewoon een degelijke handgeschakelde zesbak. Met mooie korte schakelwegen, goed verbonden met de versnellingsbak. Hij staat er bijna direct in. Ja, het ding schakelt gewoon heel lekker, mooi precies. Je moet wel even een beetje kracht zetten, maar ook dat hoort er wel weer bij. Dit is echt een auto die moet je aanpakken. Maar het is echt een lekker wild beest dat je moet temmen. De aandrijflijn is dus zo gemaakt dat in principe gaat 59% van de aandrijfkracht naar achter, 41% voor. En dan hier met dat differentieel controlesysteem kun je dus wat meer tractie naar achteren. Hij kan niet helemaal achter, hij blijft voor altijd een beetje aandrijving houden, logisch natuurlijk. Voor die grip in de bochten. Dus dat kun je gewoon zelf verdelen en met deze SE Drive kun je dan de gasrespons nog een beetje beter maken. Dus die moet je gewoon altijd in Sport Plus of Sport Sharp zetten. Dan heb je gewoon maximale gasrespons. Nou, misschien is hij niet meer uniek in zijn soort. Er zijn meer auto's met 300 pk en vierwielaandrijvingen, zoals de Golf R, de Mercedes AMG, A45 AMG, de Audi S3. Maar die halen het toch eigenlijk niet bij deze auto. Qua grip en sensatie steekt deze auto daar met kop en schouders bovenuit. Dit is echt gewoon een bruut rallymonster. En dat zit natuurlijk ook in zijn DNA.
Kwalitatief is het natuurlijk ook een hele goede auto. Nou, dat zal misschien voor iemand die een nieuw koopt niet zo belangrijk zijn. Maar wat hem nou nekt in Nederland is natuurlijk een prijs. Die auto kost gewoon bijna 80.000 euro. De goedkoopste, voor zover, of nou, ik kan beter zeggen, de minst dure. Die kost 76. En het komt gewoon doordat er 35.000 euro aan BPM bij zit. Dat is bijna schandalig. Maar ja, het is niet anders. En ja, dat zal ertoe leiden dat deze auto in Nederland gewoon heel zeldzaam zal zijn.